bewoners van de Gangaram Pandeeweg in het district Saramaka die hebben hun beklag gedaan tegenover Sun Web TV. De staat van de Gangaram Pandeeweg is volgens hun bar slecht en er wordt eigenlijk al jaren over geklaagd. Vorig jaar was de weg zelf gebarricadeerd. Volgens hun wordt er niets gedaan om de conditie van de weg te verbeteren. We laten de mensen zelf aan het woord, zodat u kunt horen wat ze te vertellen hebben. De weg is bar slecht, de Gangaram Pandeeweg in Saramaka, waar staatsolie grote concessies heeft. Voorin, zowel aan het eind van de weg. Er is een afspraak gemaakt tussen staatsolie en de DC dat de eerste 5 kilometer onderhouden wordt door staatsolie. En de rest moet de overheid in deze, de DC, aanpakken. Maar het wordt helemaal niet gedaan. In geen 10 jaren is de weg behoorlijk aangepakt. Niet eens bezand, niet eens beschelpt, niets. En tegenwoordig wordt er ook niet, de weg wordt ook niet nat gemaakt. Toch? En we hebben ook ontdekt dat er heel veel zwaar materieel hier in de weg passeert. We hebben de DC aangesproken, gevraagd. Ze zegt maar ja, ze gaat haar best doen. En dan zijn er middelen, dan zijn er geen middelen. Maar staatsolie doet ook hun best om de weg in orde te maken. Maar we zijn toch niet tevreden. Want het kan niet zo zijn dat we hier wonen en dat we heel veel last ondervinden. Van zwaar materieel. Elke dag, zelf op de zondag, stof tot in je kamer. Het kan niet. Snapt u? Maar hebben jullie de DC ook op de hoogte gesteld vaker van het probleem waarmee jullie te kampen hebben? Ja, want de weg was, ik dacht vorig jaar, gebarricadeerd. Toch, er is ons heel wat beloofd. Tussen staatsolie en de DC weet ik niet wat er is, maar het gaat erom dat wij burger de dupe van worden. Het kan niet zo zijn dat staatsolie zoveel geniet van deze weg. Toch? Allemaal hebben hun eigen voertuig en wij zijn afhankelijk van een gammele NVB-bus die het ook niet meer kan dingen. Hij kan ook niet meer rijden, optimaal rijden, omdat die meneer zo'n bus ook daaraan gaat. Snapt u? Kinderen moeten naar school, want hier in de weg heb je ook een school. Is ook lastig. Ieder zegt van ja, ja, wat moeten we doen? Maar ik zeg nee, we moeten het initiatief nemen. Want ik heb laatst mijn auto ook gebracht naar de monteur. Wat ik moest betalen was vreselijk. En ik kreeg ook rugpijn van alles als je het stuur vasthoudt. U hebt het zelf meegemaakt. Toch? Hoe hobbelig de weg is. Het is zeer gevaarlijk, vooral voor wij vrouwen. Die vroegsmorgens ons weg moeten vervolgen naar de stad. Want je moet hier vroegsmorgens vertrekken, soms ben je alleen op de weg. Snapt u? En als er iets met je auto gebeurt, sta je gewoon te kijken. Dus we willen de overheid vragen, ook staatsolie, om ons toch een beetje menselijk te behandelen. Want we worden stiefmoederlijk hier behandeld. En dat ze de weg tenminste 2 keren in de week egaliseren, snapt u? Want nat maken wordt niet meer gedaan. Ze doen het alleen die 5 kilometer van hun. Ook dat is vreselijk geworden, omdat er voorin ook een bedrijf is. Ik dacht met trucks enzovoort, waar ze zand daar gaan dumpen. Die maakt ook een potje van de weg, snapt u? Dus we weten ook niet meer wat we moeten doen. Maar het gaat erom, we willen hier in deze weg rustig wonen. Want iedereen wil in de stad wonen. Maar op een gegeven moment, wat gebeurt dan met de districten? Snapt u? En wij die wel hier willen wonen en dit district willen opbouwen, vind ik van de DC een beetje respect naar de burgers hier tonen. En de medewerking verlenen. Ga dus niet met staatsolie praten. Want het kan niet zo zijn dat staatsolie concessies hier heeft en wij niets van merken. Ik bedoel, als het goed gaat met staatsolie, gaat het goed met het land, maar niet met de burgers hier. Je zal tenminste als multinational ervoor zorgen dat deze weg goed aangepakt wordt. In een redelijke staat is. Laten we hier rustig wonen, want hier wil ik oud worden. Ik heb hier gebouwd. Kan het niet zo zijn dat ik alles hier moet laten en in een huurhuis in de stad moet gaan wonen. Niet ik alleen, ook anderen. Snapt u? Dus we hopen dat er gewoon een oplossing komt. En wat ik ook wil zeggen, we hebben 2 assembleeleden, waaronder heer Jogi en heer Debbie.
Ik heb ze nooit hier gezien. Ik heb nog een krantenknipsel van 10 jaar geleden waar de heer Djoghi beloofd heeft. Als we aan de macht komen, gaan wij deze weg aanpakken. Wel, hij moet nog hier komen. Snapt u? Dat zijn die vervelende dingen. Je belooft, maar je doet het niet. Je belooft ons heel wat, maar je doet het niet. Nu daar jullie aan de macht zijn. Mijn God, wat is zo moeilijk om die weg te bezanden of te beschelpen. Snapt u? Oh ja, en die steentjes hier in de weg zijn heel gevaarlijk voor ons. Voor onze auto's, want je ruiten gaan ook kapot. Weet je, dus dat is ook zo'n probleem. Liever wordt het gewoon geasfalteerd desnoods. En één keer houdt alles op, want dan komt die ontwikkeling in Saramaka wel op gang. Ik zie deze weg sinds klein. Was goed, maar nu is een beetje niet goed. Maar ik moet met bus naar de stad gaan. Als bus rijdt niet hier, dan kan ik niet naar de stad gaan. Mijn huishoudelijk dingen kopen. Ja. Hoe lang rijdt die bus al niet? Die bus rijdt wel nu. Als die bus is stuk, dan kan niet rijden. Vandaag gaat niet rijden, maar vandaag is een feestdag. Daarom bus niet rijdt. Dus ze gaat rijden vandaag morgen weer. Maar als is die weg zo, dan chauffeur kan niet telkens rijden. Ja. Chauffeur klachten ook duur. Dus ze moeten wat doen voor die weg. Ja. Maar jullie hebben allemaal ook met de DC al gesproken? DC was gisteren hier nog gekomen. In Tempel. En wat zeggen ze? Ik was niet daar geweest, maar mensen was daar geweest. Via mensen heb ik gehoord dat DC gaat wel wat doen voor die weg. Mm-hmm. Ja, dus dat heb ik ook gehoord. Maar dat heeft de DC gisteren gezegd, dat ze wel wat gaan. Ja, ja. Oké, maar dan moeten jullie ook wat geduld hebben. Ja, zij is mijn buurvrouw. Zij komt ook hier telkens met haar auto. Haar auto is ook stuk geworden. We willen hier over de weg. Kijk, de weg is ook baar slecht. Vele mensen maken gebruik. Je hebt studenten hier. Mensen die ook naar het werk moeten gaan. Kijk, iedereen heeft met de vervoer. En alle auto's worden kapot hier. En staatsolie hier maken ook gebruik van de weg. En ze doen niks. Ze krabben de weg niet. Ze beloven. Van ja, ze gaan wat aan de weg doen. Maar niks, je ziet niets. Dus ja, maar kijk, staatsolie rijden goede auto's. Dus zij voelen niet hoe wij, die kleine mensen hier, met hun kleine auto's, maken gebruik van de weg. Dus ik weet niet wat ik verder moet gaan zeggen hoor, echt waar. Yeah. Want het is dag in, dag uit. En kijk, multimiljonair daar staatsolie. Doe niets. Kijk, dankzij de mensen van hier, van de weg. Kunnen staatsolie hun bronnen openmaken. Ze krijgen hun geld en alles. Maar toch, kijk eens naar de kleine mensen van hier. Als het een buurt was, als bij het binnenland en zo. Waar echt bosland, voor hadden ze de weg al lang gebarricadeerd. Ze hadden al eens een keertje de weg gebarricadeerd voorin. Maar toch doen dat ze beloven. Meneer Abilak. Ja, ze beloven, maar toch niets. Ja. Nog steeds. Kijk, je ziet het zelf. U bent hier gekomen. Zoveel rimpels. Kinderen worden ziek. Door de stof ook en alles. Ze maken zelf de weg ook niet nat. Niets. Dat was alles. Dus wat willen jullie precies? De weg moet het goed worden. Voor die mensen van hier. Wat gaat naar de stad met die bus? En bus moet niet telkens gaan kapot worden. Dat die mensen kan niet naar de stad gaan voor de huisspullen kopen. Die bus, die straat moet maken en die bus moet goed rijden. Ja, maar vroeger gingen ze de weg krabben, 2 keer in de week. Maar niemand doet iets nu en ze doen het ook niet meer. Ja. Dus concreet, jullie oproep. Kijk, ik vind het schandalig dat we een commissaris hebben en 2 DNA-leden. Met name vooral de heer Djoghi. Hij zit al jaren in de assemblée. Dat is het te gek. Dat er niets aan deze weg gedaan kan worden. Dus ik hoop dat ze het horen. En dat ze staatsolie aan tafel gaan zitten. Want het kan niet zo zijn dat de overheid is de baas van staatsolie. Want zij verstrekken toch vergunningen. Dan hoe kan het dat de DC niets voor ons kan doen? Praat met staatsolie en ik wil niet horen, je hebt geen middelen. Die dingen zijn er. Want als je de weg in orde maakt,
weet je hoeveel ontwikkeling dan hier komt? Want Saramaka, zeg me eerlijk, het is niet zo ver naar hier. Snap je? Ja. Het is geen behoorlijke afstand. Corona en die keren zijn veel verder. Dus ik hoop dat ze deze keer die weg echt aanpakken en asfalt moet men zetten. We leven nu in 2022. We gaan niet meer chipoten, ja, als het even belegd met schelpen. Nee, gewoon asfalteren. We hebben er recht op. Waarom? Omdat onze voorouders hard gewerkt hebben in Saramaka. Dan kan het niet zo zijn dat staatsolie geniet van alle goede dingen hier in de weg. Alle natuurlijke hulpbronnen. En onze voorouders hebben hard gewerkt. Wij laten wij kindskinderen ook ervan genieten, staatsolie. Is een verzoek aan hun, een beroep doe ik aan hun, om deze weg eens eindelijk te asfalteren. Dan hoeft men niet te rennen naar de stad om je kinderen in te schrijven. Waarom kan ik in middelbare school hier in de weg komen? Het moet kunnen. Het moet kunnen. Zo hoorde u enkele van de bewoners van de Gangarampandiweg die hopen dat de assembleeleden van dit district en de districtscommissaris gehoor geven aan hun oproep om de problemen waarmee ze te kampen hebben op te lossen. Dit was Gil Eijk voor Sun Web TV.